We staan op dit moment weer buiten, jongens, want volgens jullie ligt er al vuurwerk in de Albert Heijn. We hebben natuurlijk verschillende winkels gehad in Nederland en de Albert Heijn heeft vaak best wel leuk vuurwerk. Dus we gaan nu even naar de Albert Heijn. Ieder jaar zijn we aan het zoeken naar deze pakketjes. We hebben ze er al uitgehaald. Ze zijn wel wat duurder geworden, want ze begonnen met 10 euro per pakje. 9 euro zelfs. Nu 13 euro. Maar we gaan hem wel even testen zo. Deze is ook wel grappig volgens mij. 7 euro. Nemen we ook even mee. Wat is dit dan? Oh, dit is niks. Eigenlijk draait het alleen maar om deze twee pakketjes, man. We kunnen deze ook er even bij doen voor de gein. Moet je heel eerlijk zeggen dat dit pakket was vroeger altijd super goed, vooral die Joyce. We hebben bij de macro kunnen zien dat het wat minder was. We gaan nu even naar de locatie om te kijken of het echt de moeite waard is. Yes, jongens, we zijn weer terug. We hebben deze pakketjes gescoord. En ik ga jullie even beloven. Dit is de laatste winkel in Nederland waar we dus kat 1 kopen voor dit jaar. Want ik ben eigenlijk een beetje kat 1 moe, vooral omdat het dit jaar heel erg slecht is. Maar misschien worden we wel verrast door de Albert Heijn. De prijzen staan er goed op. Dus of het moeite waard is, gaan jullie nu zien. Zometeen. Dit pakket dus kost 13 euro. Aardig duur, want zo'n pakketje hebben ze bij de macro ook voor 10 euro. Ik hoor ook op de achtergrond knallen, maar dat zijn mensen die aan tennissen zijn. En ik hoop dat het vuurwerk wat harder is dan die tennisballen die je hoort. Nou, ik zie al iets wat lijkt op een Crazy Robot. Moet je kijken. Ken jij Crazy Robot? Nee, man. Ja, deze lijkt er echt op. Voor de mensen de reacties, laat het even weten. Ik vind hem echt verdacht veel op een Crazy Robot lijken. Ook hetzelfde formaat. Zullen we hem gewoon even rechtop zetten? Ja. Maar dit is ook de enige die erin zit. Ja, ben benieuwd. Ja, geluidloos vuurwerk. Zie je? Zei je het al? Dat is wel jammer. Oh, we hadden er nog geen trouwens. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar deze. Deze kleintjes. Want vaak bij dit soort pakketjes van de Albert Heijn is hoe kleiner ze zijn, hoe zieker het effect. Ik ben benieuwd naar deze, man. Prachtige vlam, maar dat is ook het enige. Niet de moeite waard. Zo, kijk, als hier een crackling bij zat, dan was hij ziek. Ja, man. Maar dit valt tegen, man. Nou, gaan we deze even stoken. Zo. Kijk, zo zie je maar weer. Helaas is dit jaar heel veel vuurwerk gewoon echt geluidsloos. Daar baal ik echt van. En daarom zeg ik dus ook, dit is de laatste winkel die we in Nederland bezoeken voor kat 1. Want er komt gewoon geen geluid vanaf. Hoe jammer het ook is. Wat is dit eigenlijk voor pakket? Zilver. Nou, er zit zo'n heel klein dingetje in. Een fonteintje. Fonteintje inderdaad. Dat moet ik zo naast steken, dat ik hem door mij pak. Nou, je weet het niet. Ja, ook ja, dat stelt ook weinig voor, man. De Albert Heijn. En van de Albert Heijn verwacht je toch wel wat meer, heel eerlijk gezegd. Gewoon knetterlint of zo. Dit pakket even doen. Beginnen we even met deze. Hopelijk komt hier geluid vanaf. Nee, ook niet, joh. Kan je nagaan, besef dat, hè? Ja, jammer, hè? Dat je hier gewoon... Hoeveel had je daar nou voor betaald? 13 euro? Voor dit pakket 13 euro, ja. Jezus. En vroeger waren dit dus de allerbeste. De Joyce. En daar kwam een mega knetter vanaf. Ik hoop dat wel hangen, maar... Het spektakel zit... Ik hoop echt dat deze knetter geeft, man. Dan maakt het enigszins nog een beetje goed. Zo. Teleurstelling, hè? Ja, man. Je kan beter een ijsfontein kopen, jongens. Ik zweer het je.
kijken. Het is een lekker sfeertje zo op deze manier. Het is inmiddels al 15 december, jongens. Dus de tijd vliegt als een gek. Dit is de Spring Flower Fountain. Het ruikt wel weer lekker, hè? Het ruikt traditioneel naar vuurwerk. Het zijn lachen fonteintjes, maar als je hiermee gaat staan... Ik denk eigenlijk dat dit een soort van kat min 1 is. Een soort van het vuurwerk voor echt de allerkleinste kindjes. Want dit is echt heel veilig vuurwerk. Kijk, je moet er niet op gaan zitten, weet je, maar... Ja, je mag het proberen. Ja. Maar ook weer bij deze jongens. Ik vertel het jullie bewust. Wij zijn speciaal even voor jullie naar de Albert Heijn gegaan, zodat jullie dit kunnen laten liggen. Want dat bespaart je echt een hoop geld. We hebben bijvoorbeeld eergisteren bij de Aldi iets van 80 euro uitgegeven. Echt aan pure troep gewoon. Nou, niet pure troep, maar wel, ja, de verwachting was veel hoger dan dat het uiteindelijk was. Ik heb gewassen houden. Spektakel, hè? Jammer, ja. Een paar jaar geleden had je het ziekste kat 1. Ja, dat knalde meer uit elkaar dan dat het knetterde. Ja, precies. De knal op de groen. En wat ik al zei, de tennisballen op de achtergrond zijn harder dan het vuurwerk. Eigenlijk, dit is goed vuurwerk om honden te laten wennen, man. Ja, man. Eerlijk? Ja, dat wel. Zo, daar zaten een paar knetters bij. Hoor je dat? Weer tijd. Er zaten een paar knetters bij. Ja, want jij wilde ook nog, hè, cameraman. Jij wilde ook even naar de Albert Heijn om wat te halen. Ja. Ja, je ziet het maar, ik kan beter laten liggen. Ja. Zonde, man. Zonde van de 22 euro die we hier naar hebben. Ja, was toch weer 22 euro inderdaad. Echt zonde, man. Dus jongens, jullie kunnen doneren door de link in de beschrijving. 22 euro, gek, voor deze dingen. Ja, is het echt niet waard, hoor. Nee, toch? Ik denk dan toch dat de Lidl het beste is dit jaar. Ja, en de Action. Action ook. Lidl heeft wel leuke dingen inderdaad, trouwens. Prijs, kwaliteit. Maar is ook Leslie, hè? Ja. Allemaal Leslie, man. Kijk, bij deze dingen zat vroeger hard net. Als je die deed, heb je niet kracht. Kijk, deze kleur kan vroeger al te knal naar achter. Cool als je lukt. Deze nog? Ziek, ja, de kracht is wel goed, maar geen geluid. Nee, geen geluid. Yes, jongens, laat even weten in de reacties of jullie dus naar de Albert Heijn gaan naar aanleiding van deze video. Maar ik vind het bizar vuurwerk dit. Echt bizar vuurwerk. Bizar slecht. Het is er niet waard, nee. Als het nou 2 euro is, is het leuk. Ja, man. Als dit 2 euro was, was het inderdaad leuk om mee te stoken. In ieder geval, jongens, dit was de video voor vandaag. Ik beloof jullie, dit was de allerlaatste winkel in Nederland waar we dus voor kat 1 op zoek naar waren. Gewoon even review voor wat het is, zodat jullie je geld in ieder geval in je zak kunnen houden. Vooral van de Lidl kan je misschien wel halen, de Action is te halen. En verder het kat 1 vooral laten liggen. Maar verder is dit dus de toekomst van het kat 1 helaas. En gaan we dus, ja, beter dan dit gaan we zeker niet krijgen. Ik bedank jullie in ieder geval weer voor het kijken, jongens. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen weer een nieuwe video om 4 uur. Later.